Na de uitvinding van de stoommachine, de elektrisch aangedreven lopende band en de introductie van computers op de bedrijfsvloer, beleven we vandaag een nieuwe datagedreven fase in industriële ontwikkeling, beter bekend als Industrie 4.0. Dankzij digitalisering en connectiviteit zijn fabrieken slimmer dan ooit en ligt de ultieme droom van maakbedrijven binnen handbereik: massaproductie op maat van elke individuele klant. Op basis van efficiënte processen en technologieën, zoals 3D-printing, augmented reality en artificiële intelligentie. Daarvan plukken we ook in Vlaanderen graag de vruchten. Industrie 4.0 is een topprioriteit voor de Vlaamse overheid. De digitalisering van de industrie heeft een grote impact op onze concurrentiepositie en de KMO's en grote bedrijven in de maakindustrie zorgen voor een enorme toegevoegde waarde. Ik wil benadrukken dat Industrie 4.0 niet alleen een technologisch verhaal is. Het gaat om efficiënte productietechnieken, maar ook om slimmere producten en businessmodellen met aandacht voor het menselijk aspect. De overgang naar Industrie 4.0 is cruciaal voor het behoud van duurzame jobs. Industrie 4.0 heeft ook raakvlakken met andere maatschappelijke uitdagingen, zoals de overgang naar circulaire, koolstofarme economie. Dus is het van belang dat maakbedrijven in Vlaanderen massaal de sprong maken naar Industrie 4.0. Daarom zetten we als overheid actief in op Industrie 4.0 om onze maakbedrijven te versterken en op lange termijn te verankeren in Vlaanderen. Dat doen we onder andere met innovatiesubsidies, door te investeren in strategisch onderzoek en met proeftuinen. Daar komen bedrijven in contact met de nieuwste technologieën. De Vlaamse overheid ondersteunt tal van initiatieven op het vlak van Industrie 4.0. Ontdek alle proeftuinen op industrie40vlaanderen.be.